Tijdens de krokusvakantie zal Deep Ridge zijn allereerste sprookjesmusical brengen. Vrijdag vonden er bij DB Video in Aartselaar opnames plaats voor de tv-spot van Doornroosje. Een musical voor jong en oud, met bakken vol humor en fantastische muziek. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Tinne Oltmans en Thomas van Goethem, die in het lijf van de prins en de prinses kruipen. Voor Tinne Oltmans is het haar eerste musical in vele jaren. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het wel heel spannend, want ik heb al 15 jaar geen musical meer gedaan, buiten dan mijn opleiding natuurlijk. Dus ik vind het heel spannend. Ik ben benieuwd hoe dat de musicalwereld mij gaat bevallen. Tinne Oltmans heeft in Doornroosje Thomas van Goethem als tegenspeler. Dat is voor haar geen onbekende. Thomas is een kastaar, dus dat sowieso. Ik ken hem al best goed. We hebben samen Sound of Music gedaan als kind. Dat is bijna 15 jaar geleden. Maar toen was hem al een paté, zou ik zo zeggen. Dus ik weet wel, ik moet wat oppassen. Hij heeft aparte humor. Maar ik ken hem al zo lang. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Doornroosje is niet zomaar een musical. Heel interactief, de kinderen mogen meedansen. Uiteindelijk mogen ze ook op de foto met de prins en de prinses en heel de cast. Dat is toch ook iets bijzonders, want na musicals wordt dat niet echt gedaan. Daar is weinig tijd voor. En omdat dit echt voor kinderen is, is dat wel een leuk extraatje. Thomas van Goethem heeft al heel wat prinselijke ervaring. En ook deze keer is hij weer gevraagd om de prins van dienst te zijn. Een vraag waarop Thomas geen twee keer moest nadenken. En daar was een goede reden voor. We hebben een hele leuke cast weten verzamelen. Doornroosje, het is al geweten, ze zit daar achter mij, wordt gespeeld door Tinne Oltmans. Dan hebben we nog de koning die door Walter Balen wordt gespeeld. De enige echte Walter Balen. We hebben nog Lief van Haas die de koningin speelt. Laurens Horrobeke die Titus speelt. En Jasmin Jaspers die Fien speelt. En dan hebben we ook nog Liene Elgiers en die speelt de Goede Fee. En dan nog een heel groot ensemble uiteraard. De eerste voorstelling van Doornroosje is op 14 februari aanstaande, op Valentijn. In Doornroosje moet en zal er ook gekust worden. En dat is telkens weer een hele bedoeling. Maar volgens Thomas van Goethem gaat dat stuk van de musical tip-top in orde zijn. Wel, maar die hebben we al wel gerepeteerd. Sinds Tinne gevraagd is om Doornroosje te spelen, heeft ze al heel vaak naar mij gebeld. Heel ongemakkelijk eigenlijk. Ze vraagt altijd om er tegen Juan niks over te vertellen. Dus ik doe dat dan ook niet. Maar bij deze Juan, sorry, we hebben al een beetje geoefend op de kus. En ze vond hem goed. Het in.